De ergernis blijft rondom de nieuwe parkeerautomaten in Nijmegen. Het CDA maakt zich hard voor het oplossen van de problemen rondom deze nieuwe automaten, waarbij een kenteken ingevoerd moet worden. Chantal Teunissen van het CDA heeft geen vertrouwen in dit nieuwe systeem en zou graag op korte termijn veranderingen willen zien. Volgens mij op korte termijn heb je twee opties, namelijk 1. Gratis parkeren in Nijmegen en 2. De oude automaten weer aanzetten. Wat mij betreft moet er echt actie worden ondernomen. Dus u zegt dat de nieuwe automaten afgeschaft moeten worden. Waarom? Nou, ze hoeven niet afgeschaft te worden, maar ze moeten op zijn minst werken. En dat is op dit moment niet het geval. En dat geeft enorme imagoschade voor Nijmegen. Dat is natuurlijk heel schadelijk. En daarom vind ik eigenlijk dat we nu heel erg snel maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat we wel de welkome stad zijn die we natuurlijk horen te zijn. Maar je zou natuurlijk naar een ander automaat kunnen lopen die het dan wel doet. Ja, dat is ook wat de parkeerwachters aangeven. Dat is ook eigenlijk precies waartegen ik geprotesteerd heb. Want volgens mij is het niet het probleem van de mensen die hier in Nijmegen te gast zijn dat deze automaten niet werken. Maar dat is het probleem van de gemeente Nijmegen. En dan moeten we daar dus gewoon coulant mee omgaan. Waar zou u graag duidelijkheid over willen hebben? Nou, waar ik duidelijkheid over wil hebben is of het mogelijk is om tijdelijk de oude automaten weer in te schakelen. Omdat we natuurlijk weten dat die daadwerkelijk werken. En ik wil dat de wethouder een heel groot communicatietraject gaat opzetten om de mensen continu te blijven informeren over de toestand van het parkeerbeleid in Nijmegen. Ik hoop dat er zo snel mogelijk een oplossing komt. Daar is het mijn partij om te doen. En op lange termijn zal er zeker ook een onderzoek moeten komen hoe het mogelijk is dat het zover heeft kunnen komen. Of de automaten daadwerkelijk getest zijn of juist niet. Dat onderzoek dat gaat nu zeker plaatsvinden. Alleen het gaat er nu om dat we zorgen dat alle mensen die in Nijmegen te gast willen zijn, dat we die ook gastvrij ontvangen.